Iedereen lijkt het er tegenwoordig over te hebben. Periscope. Maar wat is het nou precies? Wat kun je ermee? En hoe kun je Periscope inzetten voor je bedrijf? Ik laat het je allemaal zien in deze video. Periscope is een app, een mobiele app, waarmee je heel makkelijk kunt livestreamen. Jij met je mobiele telefoon de hele wereld over. Het is super gaaf en ook nog eens heel erg makkelijk. Ik laat het je zien. Nou, als je Periscope opent op je mobiel, dan zie je hier onderin het cameraatje. Als je daarop klikt, dan ben je eigenlijk meteen uh, in het broadcast, het livestream schermpje. Hier staat: What are you seeing now? Dat wordt de titel van je livestream. Uh, en dat is dus ook hoe jouw volgers op Twitter of op periscope de livestream aangekondigd zullen zien. Uh, dus ik typ even: Frank Watching. Frank Watching opnames. Nou, met dit icoontje kun je instellen of je wilt dat je broadcast privé is. Um, dus zeg maar alleen aan een aantal van je vrienden of dat die helemaal voor iedereen te zien is. Met dit icoontje kun je instellen dat of iedereen met jou kan chatten of alleen je volgers. En met het Twitter-icoontje kun je aangeven of je wilt dat je post, je broadcast ook meteen op Twitter gepost wordt. Nou, dat wil ik wel graag. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is te klikken op Start Broadcast. En je ziet het. Hier links onderin staat nou You are now live. Dus dat betekent dat wij nu live zijn. Dus de hele wereld kan dit zien. Iedereen die nu inlogt kan het zien. Hier rechts onderin kun je zien hoeveel mensen er kijken op dit moment. Zijn het er drie? Yes. Nou, twee keer tikken op het scherm. En je ziet de voorkant, dus de, je andere camera. Nou, je ziet hier meteen reacties van mensen die kijken. Je ziet ook wie er allemaal binnen, binnenkomen, dus wie er allemaal nog meer komen kijken. Kijk eens, dat zijn allemaal hartjes. En dat laat dan zien dat mensen het leuk vinden om naar je broadcast te kijken. Yes! Ik ga nu afsluiten. Dat doe ik door hier te swipen en dan gewoon te klikken op Stop Broadcast. Nou, dat was hem. Nu zie je dat, uh, dat de periscope klaar is, dat de livestream is gebeurd. Uh, het leuke is dat je nu hier zie je dat uh, het meteen gesaved is, dus bewaard is op je camera roll. Dus dat is handig, dan kun je later het video nog een keer gebruiken, mocht je dat leuk vinden. Um, en daaronder zie je een aantal statistieken. Voor deze broadcast is het wel heel slecht: 5% retention, 17 viewers. Uh, je ziet uh, hoe lang het totaal gekeken is, wat de totale duur was van je, op van je broadcast en wie je kijkers allemaal waren. Nou, behalve zelf livestreamen kun je met Periscope ook nog zien wie er op dit moment allemaal live is. Dus je kunt ook andere livestreams bekijken. Dat kan via deze twee knopjes onderin. Hier bij het wereldbolletje zie je wie er op dit moment allemaal wereldwijd live is. Dat is heel erg leuk, want je kan uh, ja, echt inzoomen op uh, bepaalde landen waar je, dan, waar je zelf interesse in hebt. Dus we gaan nu even naar Nederland natuurlijk. Kijk, op dit moment zijn er niet zoveel mensen live in Nederland. Hier is één persoontje uh, live, Louise. Nou, dan kun je ook meteen kijken wat ze dan aan het doen is. Happy mail cookie. Kijk, die heeft uh, wat toegestuurd gekregen. En die deelt dat even met de wereld. Laat meteen even tussen een soort live unboxing, geloof ik. Nou, hartstikke leuk. Um, nou, dat zie je dus echt overal. Uh, hier bij Parijs, wat gebeurt hier allemaal? Iemand in de bus die wat laat zien. Ook hartstikke leuk. Nou, goed. Er zijn dus echt op de hele wereld ontzettend veel livestreams. En uh, ja, je kunt overal op inzoomen en kijken wat er allemaal precies gaande is. Uh, en ja, ik, ik vind het ontzettend verslavend. Hartstikke leuk, uh, hartstikke leuk om te doen. Naast Periscope hoor je ook heel veel over Meerkat. Wat is nou het verschil tussen Periscope en Meerkat? Nou, eigenlijk zijn het allebei ongeveer dezelfde apps. Je kunt met allebei livestreamen. Meerkat was eerder gelanceerd dan Periscope. Paar weken eerder op het South by Southwest Festival, waar het een ontzettend groot succes werd. En toen Twitter dat zag, heeft het Periscope gekocht en dat dus een paar weken later gelauncht. Met Periscope kun je net iets meer dan met Meerkat. Je kunt bijvoorbeeld je livestreams opslaan. En ze zijn nog 24 uur nadat je live bent geweest, is je broadcast nog beschikbaar voor je volgers. Dat vind ik zelf heel erg handig. Maar er zijn ook genoeg nadelen aan Periscope. Het allergrootste nadeel vind ik dat je alleen verticaal kunt streamen. Dus alleen als je je mobiel zo houdt. Kun je streamen. Dan krijg je dus ook beelden die verticaal zijn. Uh, dus dat is een beetje jammer. Vooral als je daar na je livestream uh, je video wilt hergebruiken. Een ander nadeel vind ik de zoekfunctie. Die is nu nog behoorlijk gelimiteerd. Uh, ik zou het zelf bijvoorbeeld heel erg gaaf vinden als je op een gegeven moment gewoon kunt zoeken naar: uh, ik wil graag een klimmer vinden die nu aan het klimmen is op de Mount Everest. Of ik wil graag nu kijken naar dat event, dat grote event dat plaatsvindt in mijn stad. Uh, dat lijkt me heel erg gaaf. Als je dus echt veel gericht. Kunt zoeken. Uh, verder is, uh, uh, is Periscope alleen nog maar beschikbaar voor de iPhone en de iPad. Uh, binnenkort wel beschikbaar voor, de an voor Android devices, uh, maar ja, dan moeten we dus nog even op wachten. Nou, leuk hoor, Periscope, maar hoe kun je dit nou inzetten voor jouw bedrijf of organisatie? Nou, ik zie echt heel veel mogelijkheden. Uh, als je bijvoorbeeld een event organiseert. of zelf op een event bent. kun je met Periscope heel mooi behind the scenes laten zien. Ook denk ik dat Periscope super geschikt is voor een QA. of een vraag in een kwartiertje. Kondig het gewoon een dag of twee van tevoren aan. op Twitter en op andere social media kanalen. En laat je klanten, je followers. Vragen naar je stellen die je dan heel persoonlijk en heel uh, snel live kunt beantwoorden. Super handig. Uh, verder kun je ook heel makkelijk vloggen natuurlijk. Live vloggen met Periscope. En dan kun je later dat videootje opslaan en weer hergebruiken. Bijvoorbeeld voor op YouTube. Wel even die zijbalkjes wegwerken, dat dan weer wel. Of hou je een workshop, dan kun je natuurlijk ook gewoon periscope aanzetten. En dan zo meteen aan iedereen laten zien wat je doet. En dan ook waarde leveren via de informatie die je weggeeft tijdens de workshop. Meteen live aan de hele wereld te zien. Ja, ik vind het super gaaf periscope. Je merkt het misschien wel. Ik ben een beetje enthousiast. Uh, ik ben ook heel erg benieuwd naar waar jij, waarvoor jij perscoop nou gebruikt. En heb jij nou nog bepaalde tips, dingen die jij regelmatig doet met perscoop? En hoe zet jij perscoop in voor jouw merk, jouw organisatie? Of als je zelfstandige bent, hoe gebruik jij die perscoop? Ik ben heel erg benieuwd. Laat dus graag een reactie achter. En uh, ik zie jou weer in de volgende video. Tot dan. Doeg! Instagram, het sociale netwerk waar iedereen op lijkt te springen dit jaar. Maar hoe zet je Instagram nou in en hoe krijg je meer volgers? Ik deel mijn en eigenlijk ons advies van Frank Watching in deze video. Maar ik ben ook heel erg benieuwd.